Het ziet er een beetje raar uit. Ik heb echt geen idee. Het ziet er eigenlijk niet zo heel erg gelukt uit, maar ik ga het denk ik zeven en dan kijken wat er uitkomt. Misschien, ja, geen idee. Misschien verkleurt het nog, maar het ziet er eigenlijk vooral uit als een bruine smurrie. Je gaat in een soort zeefje met kaassoep terug. We hopen dat het iets. Het is de water, dus het kleine beetje. Dus als het niet doet, dan. Maar. Nou goed, het ziet er nog steeds bruin uit. Dus ik weet niet hoe die mooie zwarte kleur komt. Of dat nog komt of niet. Beetje koffiekleur. Geen idee. Dus hier heb ik de galappelinkt op waterbasis. Heeft één dag gestaan met alleen water en wat roestige spijkers en wat roestwater. Het is nog niet zwart, zoals ik dacht dat het zou zijn, maar koffiebruin. En ik ga nu deze gieten. De inkt op water en wijn. Hij ruikt al wel echt naar wijn. Dat lekker hoor. Zal die makkelijker door dan die andere? Koffiebruin. Zijn iets, maar ietsjes donkerder. Oei. Snot, iets te. Ja, eigenlijk iets te krap dit. Oké. Even overgegoten in een andere. Ik doe er nog een paar roestige spijkers bij. En dan zit ik te twijfelen of ik hem nog even moet laten staan. Of dat ik er al. Arabische gom. En. Dingen wil bijdoen. Even over nadenken. We zijn inmiddels een week verder. En ik ben eigenlijk vergeten te filmen. Dus doe ik het alsnog. Ik heb al wat geschilderd, steeds bijgehouden. Dit is een dag laten staan zonder zeven. Met water en wijn. Even kijken. Dit is na één dag gezeefd. Water en wijn. En dat is wat later op de dag. En dit is na 2 dagen. En hier heb ik er een lepeltje Arabische gom bij gedaan. En ongeveer 10 druppels, 15 druppels kruidnagel. Dat is zelf aangemaakte. En gewoon uit een potje. En volgens mij maakt het merk wat minder uit. Maar het gaat ook om het conserveren. Dit is na 3 dagen. Je ziet dat hij donkerder wordt. En, maar goed, het heeft ook nog wel wat weg van walnoteninkt, vind ik. Dus het is anders dan hoe ik hem eerder heb gemaakt. Wellicht ligt dat aan de
oxide. Ik heb eigenlijk roestwater gemaakt en misschien is dat te weinig, geen idee. De galappel inkt op water en op wijn. Ik was niet tevreden over de kleur. Ik heb bij het water heb ik meer galappel gedaan. De galappel en de oxide maakt dat het zwart wordt. En ik heb bij de wijn galappel inkt nog meer wijn gedaan. En ook nog meer galappel, zodat het en donkerder. En ik had begrepen dat het paars van de wijn. Of nou ja, dat de galappel inkt paarsig kan kleuren door de wijn. En ik had vermoeden dat ik eigenlijk te weinig wijn heb gedaan door mijn misrekening. Dus, nou goed. Zo is die geworden. Kijk of ik het. Doe eerst water. Die is wel heel dun, hè? Een aantal paar weken later. Zo. Nou, die is wel echt wel een stuk donkerder. De paarse zie ik nog niet, maar het kan nog even verkleuren. En op water lijkt het toch meer op de kleur van walnoteninkt. Er zitten wijn en oxide. Die maakt dat het die kleur wordt. Dus zo is het geworden. En ik had hier ook al... 33 water en wijn.